Morgen, beste deelnemers van dit webinar, jullie zien de naam van Harm van Wijk staan. Maar mijn naam is Menko Zweep. Ik ga even dit scherm delen, want we gaan het samen vandaag met Peter Meiburg hebben over onze systemen en de resultaten die we behaald hebben. Maar ik ga eerst maar eens eventjes jullie vragen in de chat of ik op dit moment goed te verstaan ben. Eens even kijken of ik zelf de chat aan kan zetten. Zou je even in de chat aan willen geven of je op dit moment een goed beeld dan wel ook goed geluid hebt? Eens even kijken, ik zie een aantal mensen al binnenkomen. Ja, goedemorgen zegt Rick. Oh, fijn dat je weer bent, Rick. Het geluid en beeld zijn goed. Het is goed verstaanbaar, zegt Henry. Fijn, dankjewel voor jullie reactie. Even kijken. Aart zegt het ook. Fijn dat je er ook bent, Aart. Goedemorgen. Prima beeld en geluid. Even kijken. Ik ben ondertussen aan het kijken of ik Peter Meiburg in de participants zie staan. Hé, hey, en hij steekt zijn hand op. Daar wou ik bijna net vragen, Peter. Hartstikke fijn. Dan ga ik je eventjes promoten to panelist. En als dat al zover is, dan kan ik je daarna promoten to co-host. En dan kun je ook straks jouw PowerPoint gaan delen. Even kijken of je daar dan inderdaad... Goedemorgen, hoor je mij? Ja, Peter. Goedemorgen. Ah, perfect. Goed te verstaan. Goedemorgen. Even kijken. Het enige wat ik dan nog nu even moet doen, is jou promoten naar co-host. Make co-host. Want dan kun je straks ook meteen jouw PowerPoint erin gooien, Peter. Even kijken. Ja, oké. Do you want to make Peter the co-host of this meeting? Nou, Peter, volgens mij heb je het verdiend, dus ik ga op ja drukken. Even kijken. Dan kan ik hem volgens mij ook. Ik kan hem ook recorden dan, toch? Ja, dat kan ook. Maar hij wordt automatisch ook opgenomen via Zoom. En dan zal Harm hem straks ook in de op mijn publieke zetten. Even kijken, we zien allemaal dat er goed beeld en goed geluid is, dus dat is fijn om te horen. Nou, de AX heeft even de wind niet in de zeilen, sterker nog, eigenlijk de wind flink tegen zo te zien. We gaan toch iets meer dan 1% naar beneden toe op deze optie-expiratiedatum. En als we dan eens kijken naar een ietsje grotere termijn, dus als ik bijvoorbeeld de afgelopen maanden even bekijk, en dan starten we hier ergens op een niveautje van 8,27. Dus we zijn bijna op 8,30 gegaan. En ik zie toch al dat we de grafiek zodanig is dat we van linksboven naar rechtsonder gaan. Dus ik ben toch wel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Want ja, als we deze lijnen door gaan zetten, dan denk ik dat we de 7,70 ook uit het oog gaan verliezen. Maar dat we naar richting 7,60 en 7,50 zouden kunnen gaan. Peter, wat is jouw ideetje daarover? Ja. Voorspellen, ik zei al, voorspellen is altijd zo moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat. Hè? No, ja. Maar kijk, dit is een daggrafiek, hè, denk ik. Ja, klopt. Kan je hem ook eens op de weekgrafiek zetten? Oh, nee, dat kan ik bij deze niet, maar ik kan wel, laat ik zeggen, het afgelopen jaar... to date, hè? Dus dan zitten we eigenlijk in deze vorm. Hè? Daar zitten we nog wel redelijk goed, hè? Want dan starten we linksonder en gaan we naar die 8,25, 8,30. Maar ja, die laatste paar maanden, het laatste kwartaal, was eigenlijk een vervelende geweest. Even kijken, en Christophe zegt eigenlijk, ja, goede vraag van de 7,70. Ik heb nu nog een put 7,70 die vandaag vervalt. Zou ik die nog sluiten of laten? Wat zouden jullie als experts doen? Ja, Christophe, dat is eigenlijk altijd de beste vraag die je kan stellen. Even afgezien van het feit dat dat ook natuurlijk een eigen interpretatie is. Maar als ik die 7,70 in de portefeuille zou hebben, en jij hebt, in mijn systeem heb je de 7,35 in de portefeuille. Dus wij maken ons met optiebeleggen niet zo heel erg veel zorgen. Dan mag die beurs nog wel een eind verder dalen. Maar die 7,70, dan zou ik het zo doen, Christophe, om tot een uur of half drie uur te wachten. Te kijken wat de koers van de AEX op dat moment is. Hè. De laatste tijdswaarde druppelt er dan nog uit. En ja, goed, hè, dan neem je natuurlijk een klein gokje dat
dat we ofwel een stuk nog verder naar beneden toe gaan. Maar daar betaal je nu ook die tijdswaarde nog voor. Dus ik zou dan tot een uur of half drie, drie uur wachten. Totdat die, laat ik zeggen, een uur voor tijd dan de klap op de hamer gegeven wordt. Dus dat is een beetje mijn idee wat ik zou doen met die put 770 van. Even kijken. Nou, misschien jij nog, Peter, want dan kan ik ondertussen, als jij jouw visie daar nog even geeft op de vraag van Christophe, dan zal ik ondertussen mijn PowerPoint gaan uploaden. Ik neem aan dat het om een geschreven put gaat. Ja, we doen. Ja, Christophe volgt ook mijn systeem, dus wij zijn de schrijvers in het geheel. Ja, precies. Nou ja, ik zou als die put op winst staat, en daar ga ik dan wel vanuit, ik zou hem sluiten. Oké. Ik zou gewoon geen risico nemen. Het kan heel goed dat de AX een beetje blijft voortkabbelen. Misschien wel zelfs gaat stijgen. Maar ja, stel dat dat er ineens weer wat nieuws naar buiten komt over inflatie of weet ik wat. En hij gaat toch weer verder omlaag. Dan zie je je winst natuurlijk heel snel verdampen zo'n laatste dag. Dus ja, nogmaals, als je winst hebt op die put, ik zou hem dicht doen. Oké, ja, nou dat Christophe, meerdere zielen, meerdere gedachten. Dit is mijn gedachte, doe je je voordeel mee. Hè? We lijken net een rijdende rechter of die andere inderdaad. Oké, goed. We gaan eventjes terug naar waar we het eigenlijk vandaag over gaan hebben. Ik zal je eventjes officieel welkom heten, beste deelnemers, op mijnpubbeleggen.com. De website van Harm van Wijk wordt er regelmatig een webinar gegeven. Ook Peter en ik geven regelmatig een webinar en één keer per maand op de derde vrijdag van de maand op de optie-expiratiedatum hebben wij het plan opgevat om met de billen bloot te gaan en inzage te geven in onze systemen, onze manieren van handelen en wat daar de gedachte achter is. We hebben vandaag afgesproken dat ik ga beginnen, we doen het eigenlijk altijd om en om. Vorige maand is Peter begonnen, deze maand ga ik starten. En volgende maand doen we dat weer eens een keertje andersom, om een klein beetje variatie te maken. Maar we beginnen met een leuk plaatje, Thank God It's Friday. Ik heb begrepen dat het een restaurant in Utrecht is geweest. Maar we zijn eigenlijk altijd blij dat het vrijdag is, want het is de laatste werkdag van de maand. Kleine introductie van mijzelf. Mijn naam is Menko Zweep. Ik ben niet alleen geboren en getogen in Tilburg, maar ik heb daar ook gestudeerd. En na mijn studie ben ik bij Sagittarius Beleggingen gaan werken als vermogensbeheerder. En daar ben ik eigenlijk echt in aanraking gekomen met het beleggingsinstrument opties. Uiteraard was dat onderdeel van mijn studie. Maar dan heb je met name de theoretische varianten krijg je daar voor je kiezen. In de stapels boeken die ik door heb mogen worstelen. Maar het echte beleggen, dat leer je niet in de theorie, dat leer je in de praktijk. Ik heb het voordeel gehad dat die praktijk dusdanig was dat ik dat bij Sagittarius mocht leren. Ook heb gezien hoe het goed kan gaan en hoe het fout kan gaan. Dat kostte mij geen geld. Bracht me ook geen winst. Dat ging naar de klanten. De winst ging naar de klanten. Het verliezen trouwens ook. Ging ook naar de klanten toe. Maar daar ben ik pas echt in aanraking gekomen met beleggingsinstrumenten opties. En daar ben ik dusdanig enthousiast over geworden dat ik in 2010 voor mezelf ben begonnen. En de website gestart ben optiesbeleggen.nl. En die website doet niets meer en niets minder dan wat de naam al zegt. Ik ben alleen maar aan het beleggen met opties. Ongeveer in 2015/2016 ben ik Harm van Wijk tegengekomen. En die had toen de website deslimstebelegger.nl. Sommige mensen zullen dat nog wel kennen. Inmiddels dus omgevormd naar mijnpubbeleggen.com. En die heeft toen gevraagd of ik ook mijn systeem, mijn transacties en ook de gedachten die ik af en toe links en rechts heb, dus op zijn website wil plaatsen. Maar in ieder geval over dit systeem noteer ik ook altijd alle transacties. Dus mijn track record, oftewel de prestaties uit het verleden, die staan daar ook op vermeld. Wat doe ik nu eigenlijk precies? Wat is mijn expertisegebied? Ik verkoop call en put opties op de AEX-index. En als je in optieland terecht bent gekomen, is het verkopen. Dat staat dan synoniem voor schrijven. Oftewel, ik schrijf call en put opties op de AEX-index. En op het moment dat je zo'n combinatie gemaakt hebt, zo'n verkochte call en een verkochte put, dan noemen ze dat in optieland een short strangle. Dus ik neem short strangles in op de AEX-index. Hoe ziet er dat in tabelvorm uit?
Nou, zoals ik al zei, ik verkoop een put-optie, ik verkoop een call-optie. Ik zit hier in de rechter onderkant van de tabel, het schrijven van een call-optie, het verkopen van een call-optie en het schrijven dan wel verkopen van een put-optie. Dus dat, ik zit hier aan de onderkant, zit ik te werken. Ik ontvang dus twee keer premie, maar ik ga er ook een aantal verplichtingen mee aan. En daar wil ik je straks ook mee naartoe nemen, dat je dan op het moment dat je een schrijver van opties bent, dat je heel goed jouw risicomanagement, ik noem het eigenlijk altijd geldmanagement, in de gaten houdt om ervoor te zorgen dat er geen grote ongelukken gebeuren. Ik heb gekozen voor het verkopen van opties, omdat daar een aantal voordelen bij zitten. Het grootste voordeel is mijn Cruyffiaanse stelling. Je hoeft niet altijd gelijk te hebben om gelijk te krijgen. En dus geld te verdienen op de beurs. Want de richting die de AX ingaat, zo moet ik eigenlijk zeggen, en de kracht die daarachter zit, ja, die loopt eigenlijk in jouw voordeel. Op het moment dat de AX niet zo heel erg veel beweegt, dan is de tijdscomponent die in opties zit, die gaat in jouw voordeel lopen. Dus die tijdswaarde komt dan eigenlijk elke dag een klein beetje naar je toe. Er is ook een groot nadeel aan het verkopen van opties, en dat is het woordje risico. Want je hebt natuurlijk heel veel voordelen, maar zoals Johan Cruijff ook al zei, elk voordeel heeft zijn nadeel, of net andersom, elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar het tegenover die voordeel staat dus een groot nadeel, en dat is het risico. Om dat risico te beteugelen heb je dus inderdaad dat strikte risicomanagement nodig. Nou, je ziet hier, wat is dan die short strangle strategie? Ik heb hier staan onderliggende koers tot de expiratie. Dat is de koers van de AX. Als we linksaf gaan, heb ik hier het woordje lager getypt. Als we rechtsaf gaan, dan gaan we hoger. Dus dit is de koers van de AX op dit moment. Of op het moment dat ik de opties in ga nemen. Ik heb gezegd dat ik een call optie verkoop, dus een short call. En dit doe ik boven de huidige koers van de AX-index. Dat is één. En ik ga ook een short put aan. Oftewel, ik verkoop een put optie op de AX. En dat doe ik onder de huidige koers van de AX-index. En zo heb je in wezen een bandbreedte gecreëerd waarbinnen die AX mag bewegen. En dan zit jij nog steeds in de winst. Want je krijgt dus twee keer een premie. Eén keer van de verkochte call, één keer van de verkochte put optie. En dat is tegelijkertijd ook jouw maximale winst. Dit is geen strategie dat je daar 30, 40, 50% rendement mee kan maken. Want de premies die jij krijgt als je die call en put optie verkoopt, dan is dat meteen ook jouw maximale winst. Nou, die AX die mag best een bepaalde beweging gaan maken. Die mag zelfs ook een grotere beweging gaan maken. Maar als die nou te hard naar beneden toe gaat, dus te veel lager gaat, dan zie je hier dat de winstmogelijkheden dan smelten en dat overgaat naar een verliespositie. Hè? Je ziet hier die linker rode pijl die ik getekend heb. Dus die AX die mag niet al te hard naar beneden gaan. En hij mag ook niet al te hard naar boven gaan. Want dan kom je aan de rechterkant in het verlies te staan. Dus mijn idee is dat die bandbreedte die je creëert, dat die zo ruim mogelijk moet zijn. Want dan zit je aan de bovenkant van deze grafiek. En dan zit je dus in de winst. Die short strangle strategie, daar ben ik zo favoriet van. Dat is zo op mijn lijf geschreven. Dat ik daar een drietal systemen omheen heb gebouwd. We gaan het vandaag hebben over de prestaties van optiebeleggen KT. En KT staat voor korte termijn. Dus ik hanteer de optiestrategie, de short strangle. De termijn is kort. En dat is in mijn woordenboek een termijn van 1 maand. En dat betekent dat deze opties lopen van optie-expiratiedatum tot aan de volgende optie-expiratiedatum. En dat is dus normaal gesproken 4 weken. Kan ook eens een keer zo zijn dat die 5 weken is. Maar normaal gesproken is die optie-expiratiedatum 4 weken verder. Nou, dat systeem dat heeft het zo goed gedaan dat ik op een gegeven moment het tweede systeem gestart ben. Optiebeleggen LT. En LT staat voor lange termijn. En dat is in mijn woordenboek een beleggingshorizon van tussen de 3 en 9 maanden. En vervolgens is mijn derde systeem ontwikkeld en getest. En dat is wederom dan die short strangle strategie, maar dan met een nog verder weg liggende beleggingshorizon, extra lange termijn. En dan is je beleggingshorizon 1 à 2 jaar. Dus je ziet, hè, als ik bovenaan begin, dan start ik met de short strangle op maandbasis. Dan ga ik naar een short strangle tussen de 3 en 9 maanden.
En dan naar een short strangle tussen de 1 en 2 jaar. En zo ben je dus eigenlijk steeds minder afhankelijk van de dagelijkse bewegingen van de beurs. Die dus, zoals we net zagen in het voorpraatje, ook best fors kunnen zijn. Wat beoog ik nu te bereiken? Wat is de doelstelling van deze drie systemen? Nou, ik wil allereerst rust overdag. Wat ervoor zorgt dat ik ook rust 's nachts kan creëren. Rust overdag betekent eigenlijk dat die bandbreedte waar ik het over heb, dat die zo breed mogelijk moet zijn. Dus dat ik niet gevoelig ben als de AX een keer 1 of 2 procent omhoog of omlaag gaat. Dat wil ik daarmee voorkomen. Maar de derde is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. De derde R in, in deze doelstellingsstelling. Dat is die R van rendement. Ik beoog om 1% rendement per maand te maken. En je ziet dat ik hier stiekem een groter danteken voor heb gezet. Dus eigenlijk beoog ik, wil ik graag dat ik 1%, minimaal 1% rendement per maand ga creëren. Ik heb nog een kleine, dat had ik eigenlijk als nummertje 4 kunnen betitelen. Maar ook heel belangrijk vind ik om geen verlies te maken. Dan zul je zeggen, ja, dat willen we allemaal. Nou, maar dat is een heel belangrijk iets, want op het moment dat je maand verlies maakt, dan zul je weer een aantal maanden winst moeten maken om uiteindelijk dat verlies gecompenseerd te krijgen. En om dan nog uiteindelijk naar een mooi rendement te maken, dat is een hele last. Dus ik vind het heel belangrijk om dat hele strikte risicomanagement in te zetten. En er dus ervoor te zorgen dat je in dit systeem geen verlies maakt. Op het moment dat je dus wil kijken wat ik nou precies doe, dan kunnen we eventjes gaan naar de website tradersvergelijken.nl. Dan kun je mijn transacties exact één op één volgen. Dat betekent eigenlijk dat je een sms'je krijgt op het moment dat ik een order invoer. Ik zie hier een aantal mensen in de chat staan die dat ook van mij krijgen. En dat sms'je, daar staan de exacte details van de transactie die ik verricht heb. Dan druk je op die knop. En dan wordt die order, die wordt door middel van software automatisch naar jouw broker toegegaan. Als je tenminste ofwel een rekening bij Saxo Bank hebt, ofwel een rekening bij Maxim Bank hebt. Nou, op het moment dat ik die order dus invoer, dan krijg jij dat sms'je. Jij drukt op die knop dat je mijn order ook wil accepteren, hè, dus dat je het daarmee eens bent. En dan heb je dus uiteindelijk exact dezelfde positie als ik. En dat zorgt er dus voor dat je ook exact hetzelfde rendement maakt als ik. We hebben dus inderdaad die samenwerking met Saxo Bank, Bing Bank en Maxim. En op het moment dat je naar tradersvergelijking gaat, dan kun je daar ook inschrijven in een nieuwsbrief. En dan word je op de hoogte gehouden van de rendementen van de verschillende systemen. En dan kun je van daaruit ook eens kijken of dat misschien interessant is voor jou. Ik ga een klein stukje theorie behandelen nu. Op het moment dat dat te snel gaat, één keer per maand verzorg ik ook een webinar waarbij ik met name heel specifiek inga op de basiswerking van opties. Dus wat is een call optie? Wat is een put optie? En hoe loopt dat nu precies? Dus ik ga er nu iets sneller doorheen, want normaal gesproken, of tenminste één keer per maand heb ik dan zo'n basiscursus, om het zo maar te zeggen. Die heb ik vorige week vrijdag gegeven op 10 december. Zou je ook even na kunnen kijken op de website van harm.mijnprobleem.com. En ook in de maand januari zal ik die nog een keertje geven. Heel belangrijk bij opties is, misschien wat allerbelangrijkste, dat er een bepaalde beleggingshorizon aan zit, een bepaalde termijn aan zit. Dus die optie is niet levenslang houdbaar, maar er zit een afloopdatum in, oftewel de expiratiedatum. Nou, op het moment dat je een optie ziet staan waarbij de woorden maart 2023 staan, dat betekent dat die optie geldig is tot de derde vrijdag van de maart van die maand, dus van maart 2023. En op het moment dat je de december optie ziet staan, december 2021, dan zie je dat de houdbaarheidsdatum is de derde vrijdag van december. En dat is dus inderdaad vandaag. Het is vandaag de derde vrijdag van de maand. Dus we begonnen met een Thank God It's Friday plaatje. Maar ik ben eigenlijk altijd heel erg blij op het moment dat het de derde vrijdag van de maand is. Want vandaag wordt dus besloten of de acties die ik gedaan heb, of die uiteindelijk winst hebben gerealiseerd, of dat ik daar tegen een verlies ben aangelopen. Goed, die opties die werken iets anders bij Nederlandse aandelen en bij indexopties. En er is een groot verschil tussen gekochte en geschreven opties. Waar ik in handel, dus een indexopties, die worden verhandeld via de Europese staat. En dat betekent dat de
kopen van die optie, niet tussendoor de tegenpartij, en dat ben ik dus, hey, ik ben de verkoper van die call of put optie, kan assignen, hè, dus aan mijn verplichtingen kan houden. Dat kan niet alleen maar op de derde vrijdag van de maand. Dat betekent niet dat als ik een optie heb verkocht, dat ik daar dan tot aan die expiratiedatum aan vastzit. Ik kan natuurlijk gewoon op elk moment van de dag besluiten om die optie te gaan terugkopen. En dat heb ik ook wel een aantal keren gedaan. Dat kun je ook op mijn website zien. Dat is inderdaad ook wat ik zeg. Hè? Dus je kunt die opties ten alle tijde ook sluiten op het moment dat ik daar mogelijkheden voor zie. Ik krijg heel vaak de vraag, hoe wordt de optie-expiratiekoers van de AX berekend? Nou, daar is eigenlijk een heel makkelijk trucje voor. Tussen 3:30 en 4:00, dat zijn dus 30 minuten. En op die 30 minuten wordt op de hele minuut telkens de stand van de AX genoteerd. Nou, op het moment dat je dat een half uurtje doet, 30 minuten lang, krijg je natuurlijk 30 standen van de AX. En daar wordt het gemiddelde van genomen. En zo wordt die optie-expiratiekoers wordt bepaald. Nou, op het moment dat je dan een call of put optie hebt die in de money is, en je hebt die call of put optie gekocht, dan krijg je geld, dan ontvang je automatisch geld. Dus we hebben te maken met een cash settlement op AX opties. En op het moment dat je een optie hebt verkocht, dan moet je geld betalen op het moment dat je die optie in de money komt. Mijn doelstelling is natuurlijk eigenlijk, als je dat plaatje even terughaalt van die bandbreedte van de AX, ik wil wel een optie gaan verkopen. Ik wil 2 keer die premie krijgen. 1 keer van die call optie, 1 keer van die put optie. Maar ik wil natuurlijk dan dat die opties zonder waarde gaan aflopen. En dat ik dus nu geen geld meer hoef te betalen om die optie te sluiten. Ik ga je eens even meenemen naar de AX. We hebben vandaag dus de december optie-expiratie. Tussen 3:30 en 4:00 wordt dus 30 keer de stand genoteerd. En dan wordt de optie-expiratiekoers bepaald. Ik ben begonnen op, op de december optie-expiratie. Die start voor mij dus, laat ik zeggen, op maandag 22 november. Want de vrijdag daarvoor was natuurlijk de derde vrijdag van de optie-expiratie van november. De AX is gestart op 8:24. We zijn op 22 november nog net een keertje hoog gegaan, op 8:25 en een beetje. Maar toen zijn we dus, dat heb je ook in het voorstukje gezien, zijn we eigenlijk in een redelijk rechte lijn naar beneden toe gegaan. Met een laagste punt op 7,69 op 3 december. En als we niet uitkijken, dan zal misschien vandaag deze laagste stand ook nog een keer getackeld worden. En dan zijn we dus op 17 december nog een stukje lager dan die 7,69. Maar wat je hier ziet, en dat is voor mij belangrijk, de spread is 55 punten. Hè? Dus tussen 8,25 en 7,69, daar zitten 55 punten tussen. En dat is vrij veel. Normaal gesproken zit zo'n AIX-spread, het verschil tussen de hoogste en laagste koers, met zo'n 40 punten heb je het eigenlijk wel gehad. Dus als we 55 punten spread hebben, dan is dat eigenlijk heel erg veel. Ik heb die 7,74, dat was al toen ik vanochtend geloof ik dit even bijtypte. En ik ga met die AIX grafiek gezien, maar we staan inmiddels dus inderdaad een stukje laag. Ik vertelde je, op 22 november ben ik dus gestart met het innemen van posities voor de december optie-expiratie. Wat heb ik gedaan? Ik heb allereerst een put-optie verkocht. Met die december looptijd, hè, dus de derde vrijdag van december, die loopt dus vanmiddag loopt die af. En ik heb een uitoefenprijs gekozen van 730. Daar heb ik 1,10 euro voor gehad. En aangezien we altijd met 100 tallen werken, dus alles met 100 vermenigvuldigd wordt, heb ik daar 110 euro voor gehad. Wat staat hier dan eigenlijk achter de haakjes? Dat zijn de transactiekosten. Dus ik heb 2 euro transactiekosten gerekend. Ik betaal bij maximum 1,31 euro. Maar ik rond die eventjes voor het gemak af op 2 euro. Dus ik heb 110 euro gehad. Ik heb een kleine 2 euro aan transactiekosten betaald. Dus ik heb hier 108 euro netto aan premie ontvangen. En 1 dag later heb ik die call-optie verkocht. Dus je ziet, ik heb die short strangle dan compleet. Ik heb ze niet tegelijkertijd ingenomen. Ik heb eerst daar een dag op gewacht. Die call-optie heb ik op 8,55 geprikt. Daar heb ik 42 euro voor gehad. Dus per saldo, minus die 1,31 euro, heb ik daar 40 euro voor ontvangen. Dus mijn netto premieontvangst is natuurlijk die 108 euro.
En die 40 euro per saldo is dat 148 euro geweest. En je ziet dat ik daar een hele grote bandbreedte gecreëerd heb. Als je mijn plaatje met het risicomanagement er even voor ogen houdt. Ik heb een 8,55 plafond gemaakt. En ik heb een 730 bodem gecreëerd. Dus ik heb 125 punten aan bandbreedte gecreëerd. Waarbinnen die AEX mag acteren. Hier heeft hij de ruimte om in te bewegen. En dan zit ik nog steeds aan de goede kant van de medaille. En ik vind dus dat dat een redelijk grote, misschien wel een hele grote bandbreedte is. Voordat ik dan, laat ik zeggen, mijn risicomanagement in zou moeten zetten. Want dan zet ik natuurlijk alleen pas in op het moment dat die AEX onder die 7,30 gaat noteren of boven die 8,55 gaat noteren. Dan komt mijn geldmanagement, mijn risicomanagement komt in zwang. Goed, ik heb dus 148 euro ontvangen. Ik heb hier, laat ik zeggen, de laatste 20 maanden genoteerd. En die waren dus allemaal winstgevend, zoals je hier aan de linkerkant ziet. Om Warren Buffett te spreken. Ik heb geen enkele keer verlies gemaakt. En het ziet er natuurlijk ook naar uit. Ik heb dit deze december 21 hier zo genoteerd met een beoogd rendement. Want ja, het is nog niet definitief. Vanmiddag pas om 4 uur, dan wordt de klap op de hamer wordt gegeven. En dan is pas echt definitief dat ik deze 148 euro verdiend heb. Nou, als je deze 21 maanden optelt, dan kom je op 2611 euro. Als je dat dan weer terugrekent van wat is nu je rendement per maand geweest, dan is dat 14,92% per jaar. Oftewel, je maakt iets meer dan 1% rendement per maand. Dat is ook de doelstelling die ik voor mezelf neergelegd heb. Ik wil dus die minimaal 1% rendement per maand maken. Even nog die rendementsberekening. Hoe komt dat nu tot stand? Ik houd een kapitaal aan van 10.000 euro. Want op het moment dat je dus een bepaald bedrag krijgt, die 2611 euro heb ik de afgelopen 21 maanden bij elkaar verzameld. Op het moment dat je dat dan deelt en dan door de maanden zelf en deelt door het jaar, dan moet je dat ook nog eigenlijk altijd delen door het ingezette werkkapitaal. En dat werkkapitaal, daar zat er nog eens een keer een discussie over. Want op het moment dat je een call en een put optie gaat verkopen, dus gaat schrijven, dan berekent elke broker, dus ook Maxim en ook Saxo en Binkbank en de Giro en alle andere brokers, en ook de broker waar jij dan ook bij zit, op het moment dat je die call en put optie gaat verkopen, dan krijg je te maken met een marginverplichting. En die marginverplichting die verandert ook consequent. Hè? Dus op het moment dat beurzen veel meer gaan bewegen, dan gaat die broker de marginverplichting optrekken. Of als hij bepaalde situaties gaat voorzien, en zo was het bijvoorbeeld zo met de verkiezing in Amerika, toen werd die marginverplichting ook erg opgetrokken. Om dit systeem te volgen bij Maxim heb je zo'n beetje tussen de 6.000 en 6.500 euro nodig. En je ziet dat ik dus dit benodigd kapitaal ruim genomen heb. Hè, dat ik altijd aan de goede kant van de medaille zit, dat ik dus nooit een margin call krijg. Ik heb even een vraag tussendoor. Dan kan ik ondertussen ook een slokje nemen. Ik wil een vraag aan de deelnemers van dit webinar stellen. Ben jij tevreden met 1% per maand aan rendement, oftewel met 12% per jaar? Zou jij in de chat even aan willen geven? Ja, daar ben ik tevreden mee. Of nee, daar vind ik eigenlijk ofwel te veel of te weinig. Hè? Dat kan het ook nog twee kanten op. Ik zal eens eventjes een slokje nemen. Christophe zegt, ja, dat is zeker een mooie return. Dankjewel, Christophe. Jeroen zegt, is mooi, maar even wachten. Nou gaat het even iets snel. Even kijken, want nou gaan een aantal mensen heel veel reageren. Nou, dat is hartstikke leuk, want we willen er ook een interactief webinar van maken. Nou, ik vind dat Karen eigenlijk wel een terechte opmerking maakt. Het hangt een beetje af natuurlijk ook van het risico. Hè? Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, ben jij tevreden met 1% per maand en in jouw geval heel weinig risico? Hè, dus als het nou, zou zijn, ben jij tevreden met 1% en een behoorlijk risico, dan zou ik zeggen, nou nee. Ja,
De vraag is even natuurlijk of je deze short strangle strategie dan categoriseert als zijn een hele offensieve, dus een hele risicovolle strategie, of dat je dat niet doet. Willem zegt trouwens een beetje weinig. Dan gaan we direct eens even kijken of je het zelf heel veel betere rendementen maakt. Want daar ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar. Paul zegt eigenlijk ook niet. Etienne zegt zeker. Johan zegt ja, maar mag altijd meer. Want inhalig zijn, al is het dan niet zonder gevaar. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook altijd het verhaal. Je kunt bijvoorbeeld met deze strategie veel meer rendement maken dan die 1% per maand. Maar dan moet je die bandbreedte waar ik het over heb veel krapper gaan maken. Want dan krijg je natuurlijk meer premie. En dan, ja, als je meer premie hebt, heb je natuurlijk uiteindelijk meer rendement. Maar dat wil ik dus juist niet. Ik wil een steady rendement gaan maken. Dus ik wil A, geen verlies maken, zoals Warren Buffett ook zegt. Maar dan ben ik ook content met die 1% per maand. Oftewel die 12% per jaar. Arno zegt, ja, is mooi meegenomen, maar altijd meer. Ja, meer mag natuurlijk altijd. André zegt het ook. Ik vind het vooral de margeverplichting te groot. Ja, Dave, dat klopt. Die margeverplichting van 6500 euro, dat is een hele grote slok op een borrel. En sterker nog, ik hou veiligheidshalve, de zekerheidshalve, hou ik dus die 10.000 euro aan. Dat heb je dan wel nodig om deze strategie te volgen. Paul zegt wel een hele brede spread. Nou, dat klopt, Paul. Want ik wil dus juist niet gevangen worden in het risico dat je regelmatig uitgetikt wordt en dat je dus op een gegeven moment tegen een verlies aanloopt van tussen de 500 of 1000 of 2000 euro. Even kijken. Bart zegt, wat is je verwachting met jouw optiesysteem, Menko? Is de markt, als de markt keert van opgaan naar dalend, dat gaat weer een keer gebeuren. Ik vraag dit omdat je de systemen nu 3 jaar in de opgaande markt gebruikt. Nou, dat is eigenlijk in wezen hetzelfde, Bart. Op het moment dat ik mijn bandbreedte groot genoeg maak, en zoals je gezien hebt, ik heb de put 730 verkocht. Dus er zaten meer dan 100 punten tussen. Dat betekent dus dat ik eigenlijk incalculeer dat die markt best wel een keer kan crashen met 10%, zonder dat ik in de problemen kom. Jeroen zegt, vindt hem niet risicovol ten opzichte van aandelen. Nou ja, goed, hè, dat op het moment dat je aandelen hebt, zoals je ook op de AX gezien hebt, dan heb je het afgelopen kwartaal natuurlijk niet zo heel erg veel plezier van je aandelen gehad. En Klaas zegt, maar wat gebeurt er als de AX buiten de marge eigenlijk? Ja, dus bijvoorbeeld op 870. Nou, ik had dus die 850 call geschreven, Klaas, hè, dat heb je ook gezien. Maar voordat we dan naar die 870 toe gaan, dan heb ik al lang dat geldmanagement, dat risicomanagement ingezet. En heb ik dus die call 850 heb ik al lang gesloten. Dus dat is in wezen, op het moment dat de AX te hard omhoog, dan wel te hard naar beneden toe gaat, dan ga ik niet zitten wachten en hopen en bidden totdat we op een gegeven moment dan toch weer in mijn bandbreedte terugkrijgen. Maar dan sluit ik die positie. En even in het kader van de tijd, ik heb nog maar een paar minuutjes. Maar je kunt dus naar mijn website gaan en dan zie je ook dat ik ook een aantal keren die posities gesloten heb. Ja, Martin zegt, ja, eerst 360 euro per jaar in mindering brengen. Ja, dat is inderdaad de fee, Martin. We doen het jammer genoeg niet helemaal voor niks. Maar dat betekent dus nog steeds dat je minimaal 1% per maand aan rendement hebt. Menko vraagt Harris, houd jij geen aandelen aan als margin? Nee, ik hou dus gewoon die 10.000 euro cash aan in mijn beleggingsportefeuille. En ik weet dat sommige brokers ook hun aandelen, jouw aandelenbezit ook als margingerechtigd aanhouden. Hè? Dus dat je je aandelen kan gebruiken voor een stuk dekking van de marge. Mark vraagt, hoe sluit je je positie? Nou, dat is in wezen heel simpel, Mark. Op het moment dat ik een call-optie zie staan, die heb ik altijd in eerste instantie verkocht. En diezelfde transactie kan ik dus omkeren. Dus dan kan ik ook die positie gaan sluiten. Even om een idee te geven. Ik zal dat laten zien. Je ziet hier mijn positie staan. Ik heb die put 730, die zie je hier staan. En ik heb die call 855 staan. Dit zijn mijn privéposities. Dus ik handel zelf veel frequenter.
Hè, maar voor klanten wil ik voor die 1% per maand gaan. Dus stel nou voor dat ik deze put-optie, hè, je ziet hier staan, even kijken, ik zet even die chats iets omhoog. Je ziet hier staan het aantal min 1, hè, dus ik heb alleen maar verkochte call- en put-opties in de portefeuille. Maar op het moment dat ik deze positie zou willen sluiten, en dan druk ik hier op sluiten, dan geef ik daar de bijbehorende limiet geef ik bij. En dan, dan gaat die positie uit mijn portefeuille. Even kijken, Christos, ja, inderdaad, bij Maxim kan ik mijn aandelen als onderpand gebruiken voor de margerekening. Ja, dat klopt. Vind ik handig, maar wel opletten indien de markten naar beneden gaan, want dan kan de broker ook bepaalde aandelen of stukken gaan verkopen indien er niet voldoende marge meer is. Ja, klopt, Christos, daarom ben ik er ook voorstander van om, nou, ik adviseer altijd om in ieder geval die 10.000 euro cash op de rekening te hebben, maar je kunt daar ook die aandelen voor een stukje voor gebruiken. Maar het klopt wat je zegt. Stel nu voor dat die markt nog verder naar beneden gaat en je ziet dat we soms met grote klappen naar beneden toe gaan, dan wordt je aandelenbezit ook minder en meteen je margeverplichting groter. En dan loop je dus inderdaad het risico dat de broker voor jou gaat handelen. En dat moet je natuurlijk niet willen, want dat moet je uiteindelijk zelf, hè, je moet zelf in controle blijven. Even kijken, ik ga nog heel even terug naar het restant. Oh ja. Vanmiddag, tussen 3:30 en 4:00, wordt dus de optie-expiratie koers van de AX bepaald. Nou, de kans is niet zo groot dat we boven de 8,55 komen. De kans is ook niet zo groot dat we onder de 7,30 komen. Dus nou, in wezen is de kans heel erg groot dat we de opgehaalde premies in onze zak kunnen duwen. En 4:01 vervalt dan dus ook die marginverplichting van mij. Als je nu het interessant vindt om dit systeem eens te volgen, dan kun je naar tradersvergelijken gaan. Daar kun je je aanmelden om dit systeem te volgen. We hebben ook een bepaalde korting. Dus op het moment dat je zegt van hey, ik vind het interessant, dan kun je daar eens naartoe gaan en dan je aanmelden met het woordje webinar. En dan krijg je, laat ik zeggen, 12 maanden deze signalen op je mobiel. Voor de kosten van 10 maanden, hè, dus betaalt dan 250 euro ex-BTW. Dus op het moment dat je dat interessant vindt, dan kun je daar naartoe gaan. Je kunt ook naar de website toe gaan en dus inderdaad je aanmelden voor de nieuwsbrief. En zo word je op de hoogte gehouden, niet alleen van mijn systeem. Even kijken, ik ga eens dat nog eventjes laten zien. Als laatste, want dan ga ik het woord aan Peter geven. Je ziet dus inderdaad hier de website van tradersvergelijken. Je kunt hier je aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan word je elke maand, de nieuwsbrief komt één keer per maand, worden de resultaten van deze systemen worden uit de doeken gedaan. Je ziet dat Jan-Robert Schutte afgelopen 3 december gestart is met zijn kalenderspread-strategie. Je ziet dat Harry Klip in januari gaat starten met zijn 3-optie-portefeuille. Je ziet dat Raoul Suurwaarder met zijn systeem staan. Je ziet dat ik er met 3 systemen sta. Nou, op het moment dat ik optieleggen KT indruk, dan krijg je in wezen telkens dezelfde dingen te zien die ik ook gepresenteerd heb in deze PowerPoint. Hè. Dus dit zijn die rendementen per maand. En hier zie je dus inderdaad straks staan dat ik hier 148 euro bij ga zetten. En dat betekent dus dat ik eigenlijk een heel mooi jaar achter de rug heb met dit systeem. Even kijken. Ik zie nog 1 vraag staan en dan ga ik naar Peter toe. Even kijken, ik zie zelfs 2 vragen staan. Even kijken. Karen vraagt, als je zegt al een paar keer positie te hebben gesloten met verlies, hoe kun je dan toch elke maand winst maken? Spreiding over meerdere posities? Dat zal ik je laten zien, Karen. Even kijken. Dit is mijn eigen website. Dit zijn de transacties die ik gedaan heb. Dit is wat ik je heb laten zien. Hè. Ik heb deze call en die put verkocht. Nou, ook de vorige maand heb ik een call en put optie verkocht en niet hoeven sluiten. Dat was de maand ervoor ook. Maar ik heb ook een keer, hier, en dat zie je hier, dat was in augustus, heb ik dus, dat zal ik even meenemen, op 26,7 heb ik een call verkocht, de 7,80. Dat is dus deze. Ik heb
één, twee dagen later de poets verkocht, die 6,70. En blijkbaar was het dus hier in augustus zo dat die AX te hard omhoog ging. En toen heb ik dus gezegd, ik ga ingrijpen. En dat betekent eigenlijk dat ik die call optie, die ik deze, hè, dus deze call optie heb ik het over, die ik verkocht heb, die ga ik op dit moment terugkopen door middel van een sluitingskoop. En dan zorg ik ervoor dat die positie dus uit mijn portefeuille gaat. Hier had ik dus een verlies op. Hè, want ik heb hem voor 30 cent, dus 30 euro verkocht. Ik moet hem voor 112 euro terugkopen. Maar je ziet omdat deze put-optie natuurlijk er ook nog was, dat ik per saldo, als je deze drie posities, deze drie transacties bij elkaar optelt, dat ik per saldo ook winst gemaakt heb. En zo probeer je eigenlijk dus inderdaad die... ja, dat geldmanagement, dat risicomanagement te doen. Even kijken. Ik ga nu echt stoppen met sharen. Peter, ik zal de vraag die Christophe nog heeft even beantwoorden. Maar ik heb mijn scherm gestopt met delen. Zou jij ondertussen jouw scherm al kunnen uploaden? En dan zeg ik, vraag Christophe nog. Dag Menko, is er ergens een website waar het gemiddelde van de AX tussen 3:30 en 4:00 gepubliceerd wordt? Gezien nu erg rond de 77 draait, ben ik benieuwd waar ik kan zien wat exact de benchmark is van de stand gedurende 30 minuten. Nou, dat durf ik even niet te zeggen, Christophe. Ik krijg dat meestal bij mijn broker wat de expiratiestand is geweest. Nee, durf ik even zo niet te zeggen. Misschien jij, Peter, dat jij dat weet? Waar je die koers kan volgen? Ja, de expiratiekoers op een website. Ja, ik doe eigenlijk nooit iets op de AIX, ja. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Nee, oké. Okay. Nou, Christophe, daar hebben we, he, je hebt mijn telefoonnummer. Daar hebben we met z'n tweeën nog wel eventjes contact over. En dan ga ik nu graag het woord aan Peter geven. Oké, dankjewel Menko. Is mijn beeld zichtbaar? Ja, zeker. Heel goed zelfs. Oké, helemaal goed. Ja, slimmermetopties.nl. Mijn naam is Peter Meijburg. Slimmermetopties.nl is de website die ik een paar jaar geleden ben begonnen. Daarvoor heb ik in de reclame gewerkt. Af en toe doe ik daar nog wel eens dingetjes als copywriter. En daarvoor heb ik niet financiële opleiding gedaan, maar ik heb Nederlands en algemene taalwetenschap in Leiden gestudeerd. Ik heb dit, toen Menko aan het praten was, er even ingetikt. Leek me wel aardig. De doctoraalscriptie die ik heb gemaakt, die heette prepositiestranding in een transformationeel generatieve grammatica. Hele mond vol. Maar waar het eigenlijk op neerkwam is, waarom is een zinnetje als the girl he was waiting for wel grammaticaal en het meisje hij wachtte op niet? Dat is toch apart. En nou, het voert een beetje ver om dat helemaal uit te gaan leggen, maar je hoort vaak zinnetjes als zuurkool ben ik geen liefhebber van. En ja, mijn vraag is altijd, is dat grammaticaal of niet? Misschien aardig om even in de chat te zetten. Zuurkool ben ik geen liefhebber van. Is dat nou grammaticaal of is dat nou niet grammaticaal? Vaak is het namelijk zo dat je mensen dit soort zinnetjes heel vaak hoort zeggen, maar als je dan vraagt wat je net zei, is dat nou grammaticaal? Dan zeggen mensen vaak, nee, het moet natuurlijk zijn, ik ben geen liefhebber van zuurkool. Maar goed, dit eventjes terzijde. Ik had altijd, ook tijdens mijn studie, wel interesse in de beurs. Ik begon ooit met wat aandelen te kopen. Niet dat ik ook maar enigszins wist waar ik mee bezig was, maar het trok me altijd wel. En via allerlei omwegen. Ik heb op de futuremarkt gehandeld en daytraden gedaan en de forexmarkt. Maar kwam ik bij opties terecht. En ja, wat voor Menko een beetje geldt ook voor mij. Toen ik met opties in aanraking kwam, was ik eigenlijk meteen verkocht. Omdat opties ja, een heel flexibel instrument vormen. En eind 2016 werd ik gebeld door Traders Only. Met de vraag, zou jij voor ons een boekje willen schrijven over opties? Men wist dat ik copywriter was, dat ik veel met opties deed. Dus ik dacht, ja, ik heb nog nooit een boek geschreven, maar leuk idee. Dus ik ben ermee begonnen en in de loop van 2017, juni dacht ik, had ik dat klaar. En ja, dat boekje is toen in een aantal duizend oplagen van een paar duizend gedrukt.
en verspreid onder klanten en niet-klanten van Traders Only. Dus misschien heb jij het ook al in je bezit. Maar goed, toen ik dit boekje klaar had, dacht ik, ja, hoe nu verder? Want ik was heel veel bezig met opties. Ik wist er inmiddels ook wel iets van. En ik vond het een beetje zonde om, ja, om met die kennis en die ervaring verder niks te doen. Dus mijn vriendin Danielle zei, weet je wat je moet doen? Je moet een website beginnen. Dus zo is dat eigenlijk begonnen. Nou, inmiddels heb ik een soort follow-up op dat boekje gemaakt. Een e-book, winstgevende optiestrategieën. Dat kan je gratis downloaden op mijn website. Redelijk populair. Het wordt nou bijna elke dag wordt het wel één of meer keer gedownload door mensen. En ik krijg er positieve reacties op. Dus als het je wat lijkt, je kan het gratis downloaden. Iets anders wat je op mijn website vindt is mijn 2-wekelijkse nieuwsbrief, Beursvizier. Dan maak ik elke 2 weken een soort analyse van de beurzen. Hè, dingen waar je op moet letten. Een beetje het grotere plaatje. En ook door de week heen neem ik posities in. En die posities deel ik dan met mijn abonnees. Hè. Dus ik heb gisteren bijvoorbeeld een positie in Facebook ingenomen. Dan heb ik een aparte Telegram groep gemaakt. Dus dat deel ik dan meteen via die groep. En daarna met een wat uitgebreidere toelichting verstuur ik hem ook per mail. Hè, dus ik hou abonnees op de hoogte, wanneer ik iets doe, waarom ik iets doe, als ik iets aanpas, allemaal dat soort dingen. Dus heel leerzaam als je opties wil leren traden. Aan het eind van deze presentatie heb ik ook nog een leuk aanbod, dus blijf vooral eventjes hangen. Online optiecursussen, de credit spread, de debit spread, die kun je ook op mijn website vinden. Ook heel interessant. En ik heb tenslotte ook nog een YouTube kanaal. Slimmer met opties, daar kun je op abonneren. Als je dat doet, dan krijg je een alert als ik weer een videootje upload. Nou, voor vanmiddag heb ik even een onderwerp bedacht, namelijk hoe selecteer ik onderliggende aandelen of ETF's. De vaste luisteraar en kijker die weet inmiddels wel dat Menko en ik enigszins dezelfde aanpakken, dezelfde benadering hanteren met opties, namelijk opties schrijven. Daar zijn we allebei wel een groot fan van. Alleen ik doe iets anders dan Menko. Menko focust op de AEX. Hè. Dat is natuurlijk ook prima. Dat is ook heel overzichtelijk. En ik handel meer als, je zou kunnen zeggen als opportunist op de aandelen en ETF's en ook de indexen. Ik kijk dus wat er aan de hand is. Elke dag, hè, welke aandelen bijvoorbeeld ineens hard omhoog of omlaag gaan en dat soort dingen. En daar probeer ik dan op in te spelen. Dus hoe selecteer ik onderliggende aandelen of ETF's? Want persoonlijk, ik handel altijd op de Amerikaanse beurzen. En nou, dan heb je een keuze uit, ik geloof, ruim 4000 aandelen en ETF's. Dus dat is natuurlijk een beetje veel. Dus ik dacht, misschien is het eens interessant om te laten zien hoe ik dit benader. Hè, optiestrategieën, wat ik al zei, die kun je opzetten op heel veel aandelen, heel veel ETF's. Dus hoe maak ik de juiste keus? Nou, ik heb een aantal stappen geformuleerd. En de eerste is eigenlijk heel simpel, begin met een watchlist. Hè, ik hoor vaak van mensen dat ze eigenlijk soms maar wat doen. Hè. Er is zoveel keus dat eigenlijk een beetje ondoenlijk wordt om daar op te handelen. Dus wat je veel beter kan doen, is voor jezelf een watchlist aanmaken. Hè. Want een watchlist zorgt voor overzicht. Dit zijn een stuk of, 11 of zo van die sledehonden. Nou, ik denk dat dat nog wel te managen is. Ik heb nog nooit op zo'n slee gezeten, maar goed. Maar als het er 20, 30 worden, ik denk dat dat toch wel een beetje ingewikkeld gaat worden. En dat is dus ook met optieposities. Als jij 10 posities hebt lopen, nou, ik denk dat dat ruim voldoende is. Dat is voor mijzelf eigenlijk een beetje het maximum. Maar als je 20, 30 posities hebt lopen, dan wordt het vaak toch wel heel moeilijk als je dingen moet gaan aanpassen. Hè? En je kan een watchlist inrichten zoals je zelf wilt. Je kunt ook meerdere watchlists aanhouden. Bijvoorbeeld,
Je kan zeggen, nou weet je wat, ik wil een watchlist hebben van alleen maar aandelen van grote mega bedrijven, mega caps. Bijvoorbeeld Apple, Goldman Sachs, Starbucks, Procter & Gamble, nou ja, Johnson & Johnson, allemaal dat soort dingen. Dus dat kan natuurlijk bijvoorbeeld heel moeilijk, die aandelen, of makkelijk, die aandelen zijn heel liquide. Je kan makkelijk in- en uitstappen. Hè? Dat is ook vaak wel heel prettig. Want ja, soms dan heb je wel eens bijvoorbeeld een verliestrade waar je dan snel uit wil. En als je dan in een beetje ja, onduidelijk, onbekend aandeel zit, dan kost dat best nog eens wat moeite om daaruit te gaan. Maar bij dit soort aandelen is dat absoluut niet het geval. Maar ja, je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik wil een watchlist met alleen maar aandelen uit bepaalde sectoren. Hè? Bijvoorbeeld technologie, consumentenproducten, gezondheidszorg. En dat is bijvoorbeeld weer handig als jij voor de komende tijd, ik zeg maar wat, positief bent voor de gezondheidszorgsector, maar bijvoorbeeld weer minder positief bent voor technologie. En dan kun je daar weer op een vrij overzichtelijke manier optieposities in opzetten. Maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen, nou, ik doe alleen ETF's. En er is ook wat voor te zeggen hè, met ETF's. Zoals je waarschijnlijk zal weten, ETF is eigenlijk een mandje aandelen. En met een mandje aandelen heb je geen last van earnings, van kwartaalcijfers bijvoorbeeld. Want ja, een ETF die heeft geen kwartaalcijfers. En een voordeel ook is dat zo'n ETF wat minder heftig beweegt. Juist omdat er meerdere aandelen in zitten. Hè. Dus zo kun je eigenlijk allerlei watchlist voor jezelf opstellen. Een watchlist die, ja, die bij jou past. Nou, stap 2. Beperk je eerst, zou ik zeggen, tot één strategie. Hè, ga niet meteen met allerlei strategieën aan de gang. Maar probeer gewoon eerst eens één strategie uit. En heb je die eenmaal onder de knie, dan kan je altijd bijvoorbeeld nog een tweede aan je arsenaal toevoegen. Maar vooral als je net begint met opties, dan zou ik zeggen, beperk je gewoon tot één strategie. En dan bij voorkeur een wat eenvoudiger strategie. Dus niet meteen een arme condor of een arme butterfly of dat soort dingen. Dat zijn 4 posities. Dus gewoon een wat overzichtelijker strategie. Nou, één van mijn favorieten is de credit spread. Bij de credit spread koop je een optie en ter bescherming verkoop je een optie. Hè? Dus dit is iets anders dan Menko. Menko met zijn strangles, die koopt dus eigenlijk niet een verzekering. Voordeel is dat je meer premie ontvangt. Nou, bij de credit spread ontvang je wat minder premie. Hè? Want je koopt eigenlijk een, ja, je kan zeggen, je koopt een verzekeringspremie erbij. En dat kost altijd geld natuurlijk. Alleen, het is natuurlijk altijd wel veilig. En vooral in ja, een periode waarin we nu zitten, het lijkt er toch een beetje op dat beleggers wat zenuwachtig worden, wat onrustig. Je ziet die koersen toch wel af en toe heftig op en neer gaan. Persoonlijk vind ik het dan wel een prettig idee. Zo'n credit spread, dat je verliest, daar zit eigenlijk altijd een plafond aan. Dus je kan nooit meer verliezen dan ja, wat je eigenlijk zelf hebt ingesteld met die credit spread. Dus die credit spread die zorgt voor een maandelijks inkomen en heeft een afgedekt risico. Dat is eigenlijk in het kort het aantrekkelijke van die strategie. Nou, stap 3, kijk welke aandelen of ETF's uit je watchlist een relatief hoge impliciete volatiliteit hebben. Dat is iets waar ik zelf altijd naar kijk. Bij het maken van je keus. Want een hoge impliciete volatiliteit betekent eigenlijk vettere optiepremies. En dat is natuurlijk eigenlijk wel wat je wil als optieschrijver. Je wil een lekkere vette premie binnenhalen. Nou is het wel zo, hoge AIV, impliciete volatiliteit, betekent natuurlijk vaak, niet altijd, maar dat er iets aan de hand is. Dus bijvoorbeeld earnings, kwartaalcijfers die eraan zitten te komen. In aanloop naar de bekendmaking van die cijfers zie je de volatiliteit altijd omhoog schieten. En dat betekent dat er onzekerheid is. Hè. Het kan natuurlijk alle kanten op na de bekendmaking van die cijfers. Een aandeel kan omhoog schieten, maar ook omlaag. Dus dat is eigenlijk iets wat je wil vermijden als je in zo'n credit spread zit, dat tussentijds earnings komen. En dat had ik, even kijken, vorige week dacht ik, dat komt straks nog aan bod met een aandeel.
die had een dag later earnings, een dag nadat voordat mijn positie afliep. En ja, dan zie je dat je dan toch wel in de problemen kan komen. Nou, als je die stap hebt gehad, dan komt de vraag, stap 4, kies de juiste afstand. Hoe kies je de juiste afstand tot het onderliggende aandeel? Menko had het daar natuurlijk net ook al over. Het is natuurlijk altijd verstandig om niet al te dicht op het aandeel te gaan zitten. Dat betekent natuurlijk wel een lekkere, dikke premie, maar natuurlijk ook meer risico. Hoe verder weg, hoe veiliger. Maar dat betekent natuurlijk wel minder premie. En hoe dichterbij je het aandeel gaat zitten, hoe meer premie je ontvangt. Maar ja, dat betekent natuurlijk weer meer risico. Namelijk het risico dat jouw geschreven optie in de money raakt. En dat is natuurlijk iets wat je niet wil, want dan moet je gaan doorrollen of je moet allerlei toeren gaan uithalen om je verlies te beperken. Nou, vuistregel zou kunnen zijn, kies opties met een delta tussen de 0,08 en 0,15. Dat simpel gezegd betekent dat eigenlijk in het geval van 0,15 dat je een slagingskans hebt van 85%. En bij 0,08 heb je dan een slagingskans van 92%. En toch heb je dan ook nog wel vaak een interessante premie. Nou is dat natuurlijk een theoretische slagingskans, die eigenlijk alleen opgaat als je maar voldoende trades hebt gedaan. Het kan heel goed zijn dat als je morgen of morgen is het zaterdag, maar bijvoorbeeld maandag een aantal optietrades doet. Ja, dan kan het zijn dat je 1, 2, misschien wel 3 losers op een rij maakt. Dat kan altijd. Maar als jij er 100 hebt gedaan of 500 van diezelfde trades, dan zou je zien dat dit aardig in de buurt gaat komen. Als je zo'n delta van bijvoorbeeld 0,10 zou kiezen, dan kan je er wel van uitgaan dat je zo ongeveer 90% van de gevallen een winnende trade zal doen. Ook al heb je dan tussentijds eens wat verliezers. Nou, stap 5, wat natuurlijk altijd interessant is, zorg voor voldoende premie. Dus als je een 5 punten brede spread neemt en je ontvangt 40 of 50 dollar of euro, nou, dan lijkt mij dat prima. Maar ja, 20, 25, dan zou ik een beetje mager vinden. Want ja, je moet niet vergeten, je loopt natuurlijk toch risico met een credit spread. Dus nou is dat met 5 punten wel redelijk te overzien. Dat betekent eigenlijk €500 risico min de premie die je hebt ontvangen. Maar ja, als ik €20 ontvang voor een risico van, wat is het dan, €480, dan vind ik persoonlijk dat iets te weinig. Overigens nog even hier terug. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de breedte van je spread. Allemaal. Hoe breder je spread, hoe meer premie je ontvangt. Want dat wil gewoon zeggen dat je verzekeringspremie, de gekochte, die ligt verder weg. Dus je risico wordt dan wat groter, maar ja, je premie neemt ook toe. Nou, en dan stap 6. Kies de looptijd. Want dit tekeningetje ken je misschien, maar vanaf ongeveer dag of 40, zeg maar, dan begint die tijdwaarde toch wel merkbaar uit de opties weg te lopen. In het begin, zo'n 90 dagen of nog verder weg, dan merk je dat eigenlijk niet zo. Maar als die positie die je hebt lopen zo 40, 30 dagen zo voor expiratie komt, dan zie je toch wel dat ineens heel hard naar beneden kan gaan. Nou, dat is natuurlijk voor zo'n credit spread, voor optieschrijven in het algemeen, heel gunstig, want je wil natuurlijk dat je premie zo snel mogelijk leegloopt. Maar in ieder geval stem je looptijd dan af op ongeveer die 40 dagen. Bijvoorbeeld gisteren had ik dus een positie in Facebook ingenomen. Nou, die heeft een looptijd van 36 dagen. Die loopt in de maandexpiratie van januari loopt die af. Dus ja, dan zit je ongeveer hier ergens. Dan begint die tijdwaarde toch wel snel te gaan. Nou, een tip. Je kunt natuurlijk ook afwisselen in kortere en langere looptijden. Zo spreid je een beetje je risico's. Je kunt zeggen, nou, ik kies bijvoorbeeld, als ik
vijf posities open. Dan kies ik allemaal dezelfde, dezelfde looptijd, dezelfde expiratiedatum. Maar ja, dat betekent ook als de beurs eens een keer de verkeerde kant op gaat, dat alle 15 posities het dan wat moeilijker krijgen. Hè? Dus vandaar dat je kan zeggen, nou weet je, ik doe bijvoorbeeld 2 posities met een looptijd van 3 weken. En de andere 3 posities neem ik dan een looptijd van, ja, zeg eens wat, misschien wel 2 maanden. Dat kan natuurlijk ook. Andere tip is, in ieder geval goed om te weten, is dat opties van de maandexpiraties het meest liquide zijn. Kijk maar eens in jouw platform bij de optie chains, noemen ze dat. Hè? Dus als je alle opties daar onder elkaar ziet staan, dan zie je vaak dat die maandexpiraties, dat daar de open interest en het volume groter is dan bij de weekopties. He, dus dat betekent de bid en de ask, bied en de laadprijs liggen wat dichter bij elkaar. Je kan ook wat makkelijker in- en uitstappen bij die maandexpiraties. Dus dat is altijd goed om op te letten. Dus de checklist, zorg voor een watchlist, kies de juiste strategie die bij jou past, die je onder de knie krijgt. En hou het gewoon eerst bij 1 strategie. Let op de impliciete volatiliteit. De IV, hoe hoger de IV, hoe dikker de premies. Neem voldoende afstand tot de OW, de onderliggende waarde. En let dan ook op de minimale premie. Dus moet je voor jezelf bepalen, wat vind ik een acceptabele minimale premie. En tenslotte kies de juiste looptijd, waarin je dus kunt wisselen om je risico's een beetje te spreiden. En dan heb je je shortlist van een aantal aandelen of bijvoorbeeld ETF's die je zou kunnen gaan opzetten. Maar ja, dan ben je er eigenlijk nog niet, want niet elke kandidaat van je shortlist komt misschien in aanmerking, want je wilt alleen natuurlijk de beste van de beste. Je wilt eigenlijk de meeste premie hebben en het minste risico. Hè? Daar gaat het eigenlijk om. Dus kies daarom de kandidaten uit je shortlist met de aantrekkelijkste risk-reward. Nou, even een vraag. Misschien kan je dat even in de chat zetten. Welke van deze 2, van die onder, heeft de aantrekkelijkste risk-reward? Dus ik heb een Facebook credit spread opgezet, een bull put spread, die op januari 21 afloopt. En dat is de 290-280 bull put. Met andere woorden, ik heb de 290 put geschreven en de 280 heb ik gekocht en daar heb ik €65 premie voor ontvangen. En dan hebben we ook nog de Nvidia, die ook op januari 21 afloopt. En die gaat om de 225-220 bull put spread. Dus daar is die spread 5 puntjes en Facebook is 10 punten breed. En Nvidia, die 5 punten spread, daar krijg ik 38 cent, oftewel €38 premie voor. Nou, als je even in de chat kan zetten welke van jou nou de aantrekkelijkste risk reward heeft, dan doe ik in de tussentijd even snel een koffie. Ja, dus dan doe je even of FB of NVDA, dat je dat een van die 2 dan in de chat plaatst. Peter, ik ga vast wat dingen oplezen. Ik zie dat Ruud zegt NVDA. Frank is daar niet mee eens, want die zegt juist Facebook. Liang zegt juist weer NVDA. Even kijken of we nog meer mensen zover kunnen krijgen. Paul zegt, lijkt me Facebook. Maar zit er vast naast. Nou, Paul, volgt ook regelmatig de webinars. Iets meer vertrouwen mag wel. Arno zegt Facebook. Een Zoom-user zegt NVDA. Ik denk dat de meningen wat verdeeld zijn, Peter. Ik tel zo'n beetje 50-50. Dat maakt niet uit. Maar kijk, jij haalde het zelf ook al aan. Je moet bij de berekening van dit soort dingen natuurlijk eigenlijk altijd uitgaan. Of laat ik het zo zeggen, je moet je winst, in dit geval je ontvangen premie, want dat is je maximale winst bij een credit spread, die moet je eigenlijk altijd afzetten tegen jouw maximale risico. Dus je moet aan de ene kant kijken, wat kan ik maximaal winnen? Nou, nogmaals, dat is de premie. En wat kan ik maximaal verliezen met deze hele affaire? Dus als ik dan dat eventjes zo
laat zien, dan heb je bij die Facebook eigenlijk een rendement van 6,95%. Want je hebt, even simpel gezegd, 65 ontvangen. Dat is je maximale winst. Je maximale risico is 935. He, je risico is altijd het verschil, de spread eigenlijk, 10 punten, oftewel 1000 euro. En dan mag je dan de premie, want die mag je altijd houden, van aftrekken. Dus mijn maximale risico is in dat geval 9,35 en ik verdien 65. Dus dan kom je uit op een kleine 7%. Maar bij die Nvidia, daar is mijn risico veel kleiner, want het is een spread van 5. Dus 500 maximaal risico. En dan mag ik ook mijn 38 weer van afhalen. Dus dan kom ik op 462 maximaal risico. En als ik daar die 38 euro tegen afzet, kom ik op 8,22% rendement. Dus vanuit het perspectief van risicorendement zou ik eigenlijk gaan voor die Nvidia. Hè? Dan, ja, heb ik gewoon toch iets meer rendement. Ligt natuurlijk aan nog een andere factoren. Hè? Dan hebben we nog niet gekeken naar de grafiek en dat soort dingen, hoe Nvidia erbij ligt. Maar puur vanuit risicorendementperspectief zou ik dan gaan voor die Nvidia. Dus zo, zo bereken je dat. Dus zet het altijd af tegen het maximale risico dat je loopt. Wat ik al zei, kijk ook vooral naar de koersgrafiek. Dan kun je afvragen, bevindt die koers zich onder een weerstandniveau of juist boven een steunniveau? En je kan bijvoorbeeld kijken naar het RSI, Relative Strength Index. Is die oversold of overbought? Nou, je hebt natuurlijk nog veel meer indicatoren. Het gaat er eigenlijk niet zozeer om dat je nou specifiek dat RSI moet gebruiken. Dat is wel eentje waar heel veel naar wordt gekeken. Maar misschien heb jij wel zelf een favoriete indicator. Gebruik die dan. Ga vooral niet te veel indicatoren gebruiken. Hè? Dus maak geen spaghetti van jouw grafiek waarin allerlei lijntjes en dingetjes staan. Maar hou het beperkt. Als voorbeeld eventjes, heb ik gisteravond genomen Amgen. Of Amgen. Nou kijk, die koers die is vanaf die dubbele bodem eigenlijk behoorlijk opgeveerd. En dat rode lijntje, dat is het 200-daags gemiddelde. Eigenlijk de lange termijn indicator. Wat je gisteravond zag is dat de koers in de loop van de handelsdag behoorlijk omhoog ging. Raakte toen die 200-daags gemiddelde en daar stapte ineens de bears in. En die drukte die koers weer helemaal naar beneden. Nou, daaronder heb ik het nog het RSI. RSI beweegt eigenlijk een beetje tussen die extreme gebieden boven de 70 en onder de 30. Nou, je ziet dat hij hier ver boven de 70 staat, iets boven de 80 zelfs. En dat betekent dat de koers overbought is, zoals dat dan heet. Dus ja, je ziet die koers die ketst af van dat MA 200, dat is dus weerstand lijkt het. RSI is overbought. Nou, in dit geval zou ik dus niet snel een bull put openen hieronder. Want het is natuurlijk niet gezegd dat het gebeurt, maar de kans is toch wel behoorlijk aanwezig dat die koers nu gaat dalen. Dus liever zou ik hier een bear call op gaan zetten. In de verwachting dat die koers niet nog heel verder gaat doorstijgen. Hij kan natuurlijk nog wel iets doorstijgen, maar laat ik zo zeggen, de kans dat hij een beetje pas op de plaats gaat maken is toch wel groot. Nou, hier Lululemon. Die koers die is hier behoorlijk gedaald. Ik heb hier zo'n balkje getekend. Een steunniveau ligt hier. Dan zie je dat MA 200... Daar is die koers bijna op aanbeland. Dat MA 200 is ook stijgend en het RSI is oversold. Dus je zou kunnen zeggen, eigenlijk te ver is het aandeel afgestraft. Nou, het aandeel kan natuurlijk makkelijk nog verder dalen. Maar de kans dat die nu of een beetje zijwaarts blijft bewegen of weer verder omhoog gaat, is groter. Dus in dit geval zou ik geneigd zijn om niet een bear call hier op te gaan zetten hierboven. Want de kans dat die ineens gaat omdraaien wordt toch wel groot. Dus ik zou
liever hieronder dan een boel put gaan opzetten. Hè? Want een aandeel blijft ook niet echt eeuwig dalen. Dus zo moet je eigenlijk een beetje kijken naar die grafieken. Dus belangrijk om steun en weerstanden te kijken en bijvoorbeeld ook het RSI in ogenschouw te nemen. Nou, dus op deze manier blijven eigenlijk de meest kansrijke kandidaten over. En zo kom je goed beslagen ten ijs. Dus zo kijk ik een beetje naar welke aandelen, welke ETF's komen nu in aanmerking om een positie op in te nemen. Nou, ik weet niet of hier nog vragen over zijn, want volgens mij ga ik nu over. Ja, ik ga nu over naar mijn eigen posities. Even nog een slokje koffie. Even denken hoor. Ik begin met Humana, H-U-M. Nou, heb ik hier een vraagtekentje staan bij de start. Ik hou mijn posities bij in een Excel-sheet. En wat ik nou merk is dat als ik daar de datum invul, dan maak je daar ineens cijfertjes van. Ik geloof dat ik dat moet veranderen in iets, maar in ieder geval... Ik weet nou niet meer exact wanneer ik hier ben begonnen. Maar ga er maar vanuit dat dat ongeveer een maand is. Want ik kies meestal een maand looptijd. In ieder geval, die koers is gedaald. Maar je zag dat MA50 bleef stijgen. En je ziet dan ook dat die koers op een gegeven moment een turnaround maakte. En vervolgens weer ging stijgen. Nou, ik had bij dat rode lijntje de 400 en daaronder de 390 bull put spread. Dus ik had de 400 put geschreven, de 390 als verzekering gekocht en nou, dit leverde 45 eurotjes op. Dus hè, wat ik zei, dit is voor mij dan acceptabel. Als dit 25 was geweest, had ik het niet gedaan. Maar 45, dat vond ik prima. Goldman Sachs, tweemaal de bull put, 350, 340. Dus dat lag hier, dit niveau. Een behoorlijk eind eronder. Ook een behoorlijk eind nog onder het 200-daags gemiddelde. Nou, op 8 november gestart. Dus dat was hier ergens. En je ziet dat die koers wel naar beneden is gegaan per saldo. Maar niet ver genoeg om mijn positie in gevaar te brengen. Dus dit leverde 76 eurotjes op. FedEx, de 215-205. Oh ja, die loopt vanavond af. Hier heb ik een gokje genomen wat ik eigenlijk zelden of nooit doe. Maar gisteren had FedEx de kwartaalcijfers bekendgemaakt. Normaal gesproken ben ik daarvoor altijd uit mijn positie. Maar ik zag nu, en misschien kan ik het daar de volgende keer eens over hebben. Maar de marketmakers hadden eigenlijk een beweging ingeprijsd van ongeveer 6,5%. En mijn geschreven put lag 10% verder naar beneden. Dus ik dacht, ik neem een keer die gok en ik laat mijn positie gewoon staan. Nou, ik keek vanochtend voor beurs, ging de koers, of na beurs gisteravond al, ging de koers flink omhoog. Dus blijkbaar waren beleggers tevreden over de kwartaalcijfers of over de outlook van het management. Ik ga er even gemakshalve vanuit dat die vanavond niet nog 10, 11, 12% gaat dalen. Dus dan levert dit 69 eurotjes op. IWM, de ETF van de Russell 2000, dat was een beetje een rollercoaster. Ik heb aanvankelijk de 250, 255 put. Call moet dit zijn. Dat staat niet helemaal goed op peetje. Dus de 250, 255 call en de 215, 205 put. Doordat die koers die bewoog zo heftig naar beneden. En op een gegeven moment toen die hier was, heb ik dat hele zaakje wat naar beneden geschoven. Dat heeft mij wel wat geld gekost uiteindelijk. Maar dat is altijd achteraf had ik misschien beter niks kunnen doen. Alhoewel ik vanochtend zag dat de beurs of de koers toch weer wat omlaag ging. Maar in ieder geval, dit heeft mij per saldo 24 euro gekost. Dus dat viel mee. Lululemon. Even kijken. 390, 380. Bullput. Ja, achteraf had ik die misschien kunnen laten staan. Had ik hem met wat winst kunnen sluiten. Ik weet niet meer exact wanneer ik deze heb gesloten. Maar je zag die koers die bleef maar dalen. En ik dacht toen die door dit punt ging, nou,
Ik had hem misschien ook nog door kunnen rollen. Daar zit ik over te denken. Voornemen voor 2022 om misschien vaker door te rollen. Er zijn de meningen een beetje over verdeeld, over doorrollen. Een positie doorrollen is eigenlijk niets meer dan ja, je bestaande positie met verlies sluiten en een nieuwe openen. Dat is eigenlijk doorrollen. En er zijn ook traders die zeggen, ja, ik rol nooit door, want dan verleng ik eigenlijk mijn pijn. Je zit in een verliesgevende positie. Dan ga je bijvoorbeeld een maand verder rollen en dan blijf je daar een maand in zitten. En bovendien, je kapitaal zit vast. Maar ja, aan de andere kant, je ziet koersen bewegen altijd in golven. En de kans is natuurlijk best heel groot dat de Lulu weer een keer terugkomt. En dan kan je er alsnog met winst uit. Dus dat is weer iets voor het nieuwe jaar, om de strategie wat aan te passen. Nvidia, dit was een hele korte. Dat laat ik ook eens, want ik zei al, je kan ook wisselen in looptijden. Wanneer ben ik hier begonnen? 9 december... startte ik met de 2,75, 2,65 poolput. Nou, ik had hem nog niet gestart of hup, ging keihard naar beneden. En hier dacht ik, ik ga niet zitten wachten. Misschien gaat hij nog wel veel verder naar beneden. Dus dit is eigenlijk, ik heb hier gewoon mijn regeltjes gevolgd. Een van mijn regeltjes is als de positie eigenlijk twee keer mijn ontvangen premie waard wordt, dus te veel waard wordt. Want je wil natuurlijk dat je positie minder waard wordt, dat die opties leeglopen. Maar als het verlies twee keer de ontvangen premie wordt, dan stap ik uit. Nou, dat was hier het geval. Dus ja, in die zin een verliestrade. Maar ik kan ook zeggen, het was een goede trade, want ik heb me aan mijn plan gehouden. Tot slot, dat was nog even een vreemde eend in de bijt. Vorige keer heb ik die dacht ik genoemd. Maar een tijdje geleden had ik wat aandelen gekocht in Lightwave Logic. Daar had ik winst op genomen. En toen die koers weer verder ging, dacht ik, ja, eigenlijk, als ik eerlijk ben ik natuurlijk een optietrader en geen aandelentrader. Dus wat ik gedaan heb, ik heb mijn aandelen verkocht, 1182 winst gemaakt. En ik heb een deel van die winst gebruikt om een iets langer lopende call optie te kopen. Dus ik heb de 15 call gekocht. En dan kijk ik vaak naar de delta. In dit geval zal die rond de 0,70 zijn geweest. Die koop ik dan meestal. En die loopt dus volgend jaar juni af. Die staat nu op een kleine winst. Mocht de koers nou verder gaan dalen, dan ben ik van plan om nog een call te kopen. Kijk ik gewoon hoe zich dat verder ontwikkelt. Oh ja, tot slot eventjes aanbod. Ik dacht, ik doe tot en met zondagavond. Hè, kan je gebruik maken hiervan. Dan kan je een maand kennis maken met mijn beursvizier. Dus dan krijg je ook alle alerts die ik doe. Normaal 79 per maand. Dat is dus ook inclusief alle support. Hè, dus als je met vragen zit, problemen zit, dan help ik mensen altijd uitgebreid. Nou, kan je nu voor €39 inclusief btw een keer een maand meekijken. Als je dat wil, stuur mij een mailtje. peter@slimmermetopties.nl. Je kan het elke maand opzeggen. Het is niet zo dat heel sneaky dan doorloopt als je even niet oplet. Maar ik zal je dan aan het eind van die maand gewoon even een mailtje sturen of je nog geïnteresseerd bent. En anders stopt dat gewoon. Dus gewoon een maandje meekijken voor €39. Nou, we zijn al ruim over tijd. Heb je nog vragen? Stuur me een mailtje, peter@slimmermetopties.nl of op mijnbeleggen.com. En dan kunnen we daar op ingaan. Zeker, Peter. Nou, we hebben het Brabants kwartiertje goed benut. Hè? Het is 1:14. Ik zie eventjes nog geen vragen meer. Dus ik denk dat het heel duidelijk is geweest. Op het moment dat je interesse hebt, beste deelnemer, om eens een maandje met Peter mee te kijken. Maak dan ook gebruik van zijn kennis, expertise en ook van het aanbod wat hij gedaan heeft. Op het moment dat je de opties op de AX leuk vindt, dan kun je ook eens een keer inschrijven op de maandbrief bij Traders Vergelijken. We proberen het eigenlijk zo te doen dat we jou ook een stukje inspiratie geven om in jouw eigen beleggingsportefeuille een aantal acties te gaan doen. Met name dan gericht op opties. Hè? Want daar zijn, zoals Peter al zei, daar zijn we alle twee heel erg favoriet van. Om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk ook een extra rendement ook in je portefeuille terechtkomt. Even kijken. Jeroen vraagt, kan ik het webinar nog ergens terugkijken? Jazeker, Jeroen.
alle webinars die gegeven worden bij mijpubliek.com, daar kun je naar de website toe gaan. En dan kun je gaan naar het kopje agenda. En daar staat dus niet alleen de aankondiging dat Peter en ik vandaag dus onze systemen en onze rendementen gingen vertellen. Maar daar, daar wordt ook dit webinar opgeplaatst. Dus dan kun je dat nog eens een keer van het weekend. En we hopen dat Harm is weer terug in Nederland. Dus dan kan het allemaal snel op de website komen. Kun je het weekend nog een keertje terugkijken. Even kijken, ik zie dat er een aantal mensen binnen... Ja, de agenda weet ik te vinden. Goed zo, Jeroen, hè, dat staat eerst linksbovenin. Ik schrijf het hier al. Bedankt voor jullie komst allemaal. Ik wens jullie een hele goede opzichtsoperatie. Ik kijk nog even voor Christophe mee wat hij op dit moment doet. 77,93. Nou, hè, dat wordt een kleine billenknijper. Daar hou ik persoonlijk niet zo van. Maar dat... we hopen dat het dan boven de 77 blijft. Ook voor de mensen die aandelen in de portefeuille hebben. Ik zie een aantal. Ja, Jeroen zegt super bedankt weer. Erg nuttig. Nou, graag gedaan, Jeroen. Ria zegt dank heren. Prettig weekend gewenst. Nou, dat wens ik jullie ook. Fijn ook dat er altijd dames bij komen. Christophe zegt dankjewel. Menko en Peter voor het informatieve webinar. Wens je fijn weekend aan iedereen. Ja, fingers crossed, Peter. Ik zal de Ajax ook een klein stukje mee naar boven kijken voor je. Dan kunnen we de volgende week gewoon weer starten met opties op de bij opties beleggen. Bart zegt dank, tot de volgende keer. Ruud zegt ook alvast een gezegende kerst. Je bent de S vergeten, Ruud, maar die heb ik er zelf wel bij gezegd. Frans zegt nou bedankt, leuk weekenden. En Gerald zegt tot de volgende keer allemaal. Bedankt voor de presentatie. Peter, jij ook. Ja, kerst. Ruud, ja. Ik had het gezien dat je het S'tje vergeten was. Maar die hadden we wel in de gaten. Tot de volgende keer. Nou, Peter, mag ik jou ook bedanken voor het feit dat je weer mijn co-pilot was. Dat we met z'n tweeën in het vliegtuig gezeten hebben. Jij ook, en misschien bedankt. Dat we dan ook volgende optie-expiratiedatum, de derde vrijdag van januari, dat we elkaar dan, dat wij met z'n tweeën ook dit webinar weer gaan doen. En dan ben ik altijd zeer benieuwd, A, wat mijn resultaten zullen zijn, maar B, ben ik ook eigenlijk benieuwd welke leuke optieconstructie jij weer verzonnen hebt. Rick zegt inderdaad, bedankt tot de volgende keer. Nou, de bedankjes zijn al binnengekomen, Peter. Dus ik denk dat we een leuk informatief webinar gegeven hebben. En ik wens jou een heel goed weekend. Ik wens alle deelnemers een goed weekend. En fijne feestdagen alvast. Ja, fijne feestdagen. Maak er een goed uiteinde van. Zien we elkaar de volgende keer weer. Bedankt voor de komst. Tot de volgende keer. Dag.